dat ik nog lang mag leven hier op deze aarde. En dat het goed gaat. Want, met al die toestanden in de wereld ook, dat is toch verschrikkelijk. En wat zijn die toestanden dan? Ja, die branden en die overstroming allemaal, dat de mensen alles kwijt bent. Ja, soms doen erbij, vreselijk. Komt het allemaal zomaar uit de lucht vallen, denkt u? Ik zal het niet weten, ze zingen van de weersomstandigheden. Nou ja, in ieder geval dat we allemaal gezond blijven. En dat we allemaal tevreden zijn met wat we hebben. Mag ik vragen wat u daar zelf aan doet? Nou, we doen sowieso heel vaak met de trein of met de fiets. En ja, vakantie zit er niet in, maar als we gaan, gaan we met onze eigen auto in Nederland. En gescheiden afval. En dat de kinderen ook bij krijgen geven. Voor plastic en voor papier en voor blikjes. En soms gaan we met zo'n grijper met de kinderen zwerfafval oprapen. U bent, hoor ik, heel goed bezig. Ja. Heel goed dat bezig. Hoop ik. Ja. Denkt u dat alle mensen op deze aarde daarin zullen slagen? Nee, dat denk ik niet. Omdat ik kinderen heb, kleinkinderen, en die gun ik ook een goede wereld. Zonder overstromingen en extreme toestanden. Ja, dat alles weer een beetje normaal wordt. Hè? Zoals... En wat moet dan volgens u een beetje normaal worden? Nou, aardig normaal aan het worden. Ik bedoel maar dat we, ja, van de corona af zijn en zo. En dat is wel heel belangrijk, vind ik. Ja, dat ik gezond mag blijven en dat ik 100 word. Ik ben nu 87. Nou, dat is al een behoorlijke leeftijd. Ja, dat dacht ik. Ik heb nog een klein zoontje van 6. Dat is, is niet de kleinste. Maar die wil ik groot zien worden. En ik heb nog 2 achterkleinkinderen. En de kleinste is 2. En die wil ik ook graag groot zien worden. Maar dat is natuurlijk een invalshoek die iedereen kiest, denk ik. En ik hoop dat het kabinet zo gauw mogelijk eens een keer... dat de ministers een keer tot een nieuw kabinetsakkoord komen. Dat we met nieuwe regeringen op stap kunnen. Want het is hoog tijd? Ja, natuurlijk. Er zijn urgente zaken. Hè. We hebben de klimaatproblemen gehoord van het IPCC. Ja. En daar worden we niet echt blij van. Nee, ik heb wel naar mijn zin. U bent een tevreden mens? Nee, ja. Is er niets wat bovenaan staat op uw wensenlijst? Nee, ik ben helemaal tevreden. Ja. Dat de mensen een beetje verdraagzamer zijn met elkaar. En zijn ze dat dan niet? Nee. Dat hoor je elke dag op de televisie. En wat vindt u daarvan? Dat de mensen volgens u niet zo verdraagzaam heel zijn? Heel erg. Nee, ik denk dat vooral jonge mensen daar wel heel anders in staan. Ja. En moet het dan van de politiek komen of van de burger zelf? Ja, ik denk ook wel politiek, maar ik denk ook wel dat het een stukje opvoeding is van ouders naar hun kinderen toe. Denkt u dat de politiek niet alleen de noodzaak inziet van de klimaatmaatregelen, maar ook daadwerkelijk gaat handelen? Ze zullen wel moeten. Ze moeten wel, want er gebeuren zulke verschrikkelijke dingen in de wereld. Ze zullen toch wat moeten. Want anders gaat het allemaal fout. En dan hebben ze praten nu al niet meer over jaren, maar over generaties. Dus er moet echt wat veranderen. Ik eet geen vlees. Ik gebruik de auto zo weinig mogelijk. Reis ook wel met de trein. Maar ik wil ook niet zo iemand worden die constant op een ander let van wat die doet en of die het wel goed doet. We moeten het gewoon allemaal samen doen. En ook de grote industrieën. Hè? Zeer urgent, maar dat is al jaren zo. Ik ben mijn hele leven vegetariër en dat was vooral om klimaatafwegingen. Ja. De enorme hoge vleesconsumptie, sowieso het overconsumeren van iedereen, dat is wel een probleem in deze wereld. En daar moeten we wel wat aan doen. En dat moet niet gisteren of morgen, maar dat moet echt nu gebeuren. Ja. De mensen zullen welvaart moeten inleveren. Er zal een eind moeten komen aan productie en consumptie. Denkt u dat het zover komt? Ik leef mijn hele leven al zonder vlees en ik ben zeer gelukkig. Dus hangt niet zozeer af van heel veel consumeren dat je daar gelukkiger van wordt. Ja. Waar is het wel van afhankelijk? Nou, van goede relaties, vrienden om je heen. Gewoon een normale mensverhouding en dat je dat op orde hebt. Gezondheid. Nou ja, ik hoop dat iedereen zich realiseert dat het hoog nodig is. En... een beetje sobere leven is niet meteen een ongelukkig leven, vind ik. Maar voorlopig draagt u uw steentje bij? Ja, wij proberen een steentje bij te dragen. We proberen onze kleinkinderen daar en kinderen ook belangrijk, daar wel in mee te betrekken. Helemaal niks. Dat meent u niet? Nee, ik ben gezond. We hebben een huis. We kunnen ons prima hebben te eten. Nou ja, wat wil je nog meer? De boel apart houden allemaal, ja. Dus u draagt uw steentje al bij? Dat dacht ik wel, ja. Ik dacht dat de meeste mensen dat wel deden. Ja.
Waarom denkt u dat, dat de meeste mensen dat wel doen? Nou, omdat dat in de wereld zo is. Ik denk dat ze dat toch wel tot hun doordringen, dat het allemaal niet goed gaat. Ja, bij sommige mensen moet het water blijkbaar eerst tot aan de lippen staan. Ja, ja, nou, dat hou je toch altijd. Er is altijd verschil. Ja. Nou ja, ik ben niet zo'n zonvloeddenker. Ik ben ook niet zo'n doemdenker. Ik denk dat de aarde een enorm weerstandsvermogen heeft. De aarde heeft ook geen probleem. De mens heeft een probleem. Hè? Want als de aarde die is onverschillig. Die maakt het niet uit of het nou wel of niet warmer wordt. Ja. Het gaat vooral om de mens in relatie tot de natuur. Ja. Dat wij hier prettig kunnen blijven leven. En daar moeten we wel iets aan doen, denk ik. En mevrouw, heeft u nog iets te wensen? Ja, mijn man terug. Mijn man is pas geleden overleden. Ach, ja. Gecondoleerd. Ja, dank u. En hoe kort geleden is het nog? Even kijken, 5 maanden. Dat is nog heel vers. Ja. 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 Ja, ik zou me graag terug hebben, maar... Ja. Maar dat gaat in dit leven niet, hè? Nee. Ja. Maar net, voor de kerst waren we 50 jaar getrouwd. Ja. Dat konden we niet houden, vanwege corona. Ja. Nou... En dan zegt van, nou weet je, dan gaan we dat samen vieren, bij man en ik. En zeggen, nou, dan gaan we in augustus of zo, misschien dat het dan een beetje afgelopen is, gaan we uit eten. Maar het mocht niet zo zijn. In januari kreeg hij een hartstilstand. Het is een cliché, maar ik wens u wel heel veel sterkte de komende tijd. En ja, als het bij ons over de drempel komt, dan wordt het altijd een ander verhaal, hè? Ja. Ja.